Deze vrijdag begint de meteorologische herfst. Krijgen we direct te maken met veel wind of moeten we het hebben van de zonne-energie? Vrijdag dan trekt er een regenzone over ons land en daardoor zullen de zonnepanelen weinig energie opwekken. Maar vooral in het noorden, daar kan de zon nog wel af en toe schijnen. Boven land staat er weinig wind, maar aan de kust en op zee verwacht ik wel een normale hoeveelheid wind. Zaterdag dan begint de dag met veel wolkenvelden en regionaal kan ook mist voorkomen. In de loop van de middag dan breekt die bewolking geleidelijk open en dan kan er toch nog wat zonne-energie worden opgewekt. Er staat zaterdag weinig wind en ook zondag is dat het geval. Maar op zondag dan zien we wel de zon vaker tevoorschijn komen en maandag dan wordt het zelfs zon overgoten. En dan nog onze tip. Nu de nachten langer worden, raken onze huizen steeds meer warmte kwijt. Is het in jouw huis al aan de frisse kant? Laat de zon dan de komende tijd lekker jouw huis inschijnen en ventileer op de warmste momenten van de dag. Op die manier zorg je ervoor dat je de verwarming nog even niet nodig hebt. Tot de volgende keer!